Ik ben Dave. Vandaag heb ik niemand minder dan Letitia Vriesde. Het is wel een gesprek via Zoom. Ja, zo behoef je introductie. Let's talk. Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave Podcast met Dave van Aarde. Letitia Vriesde, hoe gaat het? Hi Dave, goed. Ah, ik ga je gewoon Letitia noemen voor de gemakkelijkheid. Ja, tuurlijk. Voor het gemak ga ik er gewoon Letitia noemen. Hoor. Dat is met alle respect. Dank je. Voordat we gaan beginnen heb ik een vraag. Voor het eerst in mijn leven praat ik tot iemand die een straat naar zich... Waar een straat... Hoe moet ik het zeggen? Die straat heeft je naam. Ik ben een beetje nerveus, je weet toch, Bigisma, je weet toch. Dus hoe voelt het om door die straat te lopen, de Letitia Vriesdelaan? Nou, natuurlijk is het een eer, want ja, je weet vaak, om het half Surinaams te zeggen, te undedewe erisma. Maar ik ben blij dat ik nu de graan heb gekregen om nu een straat naar mij vernoemd te zijn in Paramaribo. En dan best wel een belangrijke straat, zeg maar. Ja, het is een hele belangrijke straat. Dus daarom, voor het eerst is het maar een levende leven. Meestal is krap bij, snap je? Dus daarom. Ja, daarom. maar ga je met opzet vaker door die straat wanneer je in de stad bent? Nee, niet per se, maar als ik, om nog actief en fit te blijven en ik naar de trimbaan ga, dan ga ik niet omrijden. Dan heb je zadraap. Maar heb je stiekem een foto gemaakt van het bordje in je voorkamer gehangen? Ik heb een foto van. Of je naar een bord hebt in je kamer gewoon gehangen? Ik heb een foto, dank je. Oké. Maar hoe is het eigenlijk tot stand gekomen? Ik weet nog, het is in 1996 geweest. Na de Olympische Spelen en ook na 95 mijn eerste medaille. En eerste WK-medaille voor een vrouw voor Zuid-Amerika, zeg maar, op de wereldkampioenschappen. En dus ook Allegrani, een Zuid-Amerikaans record, vond de toenmalige president, als ik Bosje mag zeggen, het toch wel belangrijk om iets voor mij te doen. En zo is het gekomen. Ja, hij heeft die doorgedrukt, zeg ik, om de straat, daar bij het stadion naar mij te vernoemen. Ik weet nog dat heel veel mensen niet blij mee waren, maar goed. Het zij zo, het is niet mijn keuze geweest en het is de president zijn keuze geweest. En daar ben ik hem dankbaar voor. Oh, dus Bosch heeft toch iets goed gedaan, zo te zien. Ja, toch? Ene, allemaal doen wel iets goeds, hoor. Maar op welk nummer was dat? Want dat is ook, ik bedoel, we zijn slecht in onze eigen geschiedenis, of ik althans. Dus breng me even terug in die tijd. Ja, je moet me niet kwalijk nemen. Maar wat was het precies dat je had bereikt toen? Zodat de jongeren het ook weten. Ik ben een middenafstandloopster geweest. 800 en 1500. En tijdens de wereldkampioenschappen van Gothenburg in Zweden werd ik tweede op de 800 na achter Anna Kurot. En in het voorjaar of in de winter de indoorkampioenschappen in Barcelona, WK Indoor, had ik al een derde plek gewonnen. Dus dat is het. En daarvoor, vanaf 1991, was mijn eerste WK, waarvan ook in 1988 mijn eerste Olympische Spelen. Maar 1991 was mijn eerste WK, maar daartussen heb ik Zuid-Amerikaanse kampioenschappen gedaan, de CAXO gedaan, de Panam gedaan. En daar moet ik echt gaan graven, maar daar zijn ook allemaal medailles van. Dus eigenlijk moet je twee straten naar jouw naam hebben, want echt wel. Bereikt. Hoeveel keer ben je naar de Olympische Spelen geweest? Doen. Ja? Je was drie keer of twee keer was je in de Olympische Spelen? Dave Monaki, 1988, 92, 96, 2000 en afgezwaaid in 2004.
Oké, okay, ja, heb ik ben goed. Ik zei 3 of 4, maar het kan ook 4 of 5 zijn. Nee, maar 88 was ik nog in mijn pamper bijna, dus ja, je weet toch. Ik was toen niet zo scherp. Heb je niet meegekregen? Ik weet wel dat je altijd rende, maar ja, die tijd, je weet toch, het was anders. Of was je ook van, als mij loopt je zo? No. Ik was wel fanatiek. Maar alleen, okay. Die tijd deed ik me bezig met andere dingen. Weet, brood was 4000 gulden en zo, dus wat een ander ding. Oh, klop allemaal. Ja, toch. Oké, okay. Ik weet dat je een tijdje geleden weer naar Suriname bent gekomen. Ik koop trouwens vaker spullen bij je zaak. Ze heeft een zaak trouwens in Suriname, Ligea, als ik me niet vergis. Heet het toch? Ja, is een van de merken, klopt. Juist, ik ken de naam niet, maar ik zie dat voor die winkel staan. Ik ben vaker daar ja. Om bepaalde dingetjes te kopen, dus ik maak stiekem... Openlijk reclame voor je. Dank je. Maar je bent dus teruggekomen en ineens ben je weer weggegaan. What happened? In 2007 is Joy geboren, dat is mijn dochter. En toen zijn we eigenlijk een beetje gaan kijken van terug willen naar Suriname. Van wat ga ik doen? En ik had zoiets van... is tijd om terug te gaan, om iets terug te geven, iets terug te doen in Suriname. Dus uiteindelijk, officieel 2012, verhuis naar Suriname. En omdat ik vond dat ik iets terug moest doen, de kennis moest delen en teruggeven aan Suriname. Dat heb ik ook geprobeerd te doen, maar uiteindelijk... zoals vele mensen, ja, ik zou niet zeggen je geeft op... Maar een beetje gefrustreerd en stress en wat heb ik nog meer, ben ik in 2017 teruggekeerd naar Nederland. Om toch wel hier mijn bestand weer op te bouwen. Oké, maar dan gaan we eventjes rewinden. Gefrustreerd, waarom ben je gefrustreerd geraakt? We moeten bron zeggen, we van frustratie. Er zijn heel veel dingen gebeurd, Dave. Oké, dan gaan we beginnen bij het eerste. Je komt terug naar Suriname. Kijk, wat veel mensen niet weten of wat speelde. Ik toen de tijd met Bosje heb ik ook een diplomatieke status gehad. Want hij vond, ik werkte voor het land. Dus ze moeten mij op een of andere manier... als we niet kunnen sponsoren, dan moeten we zorgen dat ze een inkomen heeft. Dus op die manier heeft het geregeld. Dat ik dan als diplomaat... Ik heb niet de training gedaan, maar natuurlijk sport ambassador, wat de originele titel moet zijn. Een inkomen. En als werknemer, als ambtenaar van buitenlandse zaken, word je dan ook normaal als je missie is volbracht teruggehaald naar je land. En dan moet je een positie krijgen in Suriname, een plek, een werkplek. Maar blijkt dat ik administratief niet goed was voor werk in Suriname. Dus ik heb nooit een inkomen gekregen in Suriname. Ik heb nooit een plek gekregen in Suriname. Ik heb heel veel gedaan om dat gedaan te krijgen. Ik ben er nu nog steeds mee bezig. En dat frustreerde mij, want dat heeft heel veel zaken teweeg gebracht in mijn leven. Die zowel positief als negatief. Maar het meest negatieve is dat ik... financieel heel erg op achteruit ben gegaan. Want ik had geen inkomen. En mensen mogen zeggen, ja, je appa winkel. Maar de winkel is meer mijn partner dan dat het mij was. Want hij moest ook voor zijn gezin zorgen. Dus ik kan je niet zeggen van, hey, het is mijn winkel. Nee, het is mijn partners winkel. Ja, duidelijk. En was je ook betrokken bij de atletiekwereld toen je hier zo woonde? Dus ja, heel erg. Heel erg zelf, de voorzitter Dave. Ik moet die vragen stellen, misschien weet ik het niet. Ik doe je best in allerlei vormen. Doe je best om iets terug te geven, toch? Oké, maar hoe ging dat dan? Kijk, ik geef mijn beeld, hè. Mijn perceptie, hoe ik het heb ervaren. Want mensen die ervaren het altijd en vaak, leveren commentaar. Maar goed, ik stapte in de positie met gedachte dat ik een team om me heb om alles samen te doen, om atletiek sport vooruit te brengen en mij in die functie te ondersteunen en te helpen daar waar nodig is. Maar ik heb het niet ervaren als ondersteuning, ik heb het meer ervaren als poten zagen.
En kort gezegd, dat werkt niet. Het gebeurt wel vaker dat mensen die uit het buitenland komen dat ervaren. Het is meer van wat je komt uit Holland en denken dat je alles weet of zo. Was dat ook jouw ervaring? Of van we zijn al lang hier bezig, dat ineens kom jij onze positie nemen? Leg een beetje uit. Ja, misschien ook een beetje, maar ik bedoel, bepaalde ervaring heb ik niet, maar bepaalde connecties had ik wel. Dus dat zou je toch wel moeten. En de kennis, ik bedoel, van 1988 tot 2000 heb ik niet alleen maar gerend. Ik heb toch wel een bepaald netwerk opgebouwd. Ik heb toch wel een bepaald kennis. En om dingen te kunnen runnen en atletiek vooruit te willen zien gaan in Suriname. En met die gedachte en met die visie kom je en dan leg je op tafel, maar dan merk je dat het niet de visie is van anderen en dat enge clubbelangen belangrijker zijn dan de totale ontwikkeling van de sport. Kon je als renner rondkomen met je inkomsten of moest je ook werken tijdens je atletieke periode? Nee, ja, mijn werk was tijdens mijn carrière bedoel je? Juist, tijdens je carrière, atletieke periode. Ja. Ja, ik praat slecht vandaag, je moet het niet normaal. Nee, Je moet luister. achteraan naar Tonga, ja, dan ben je normaal vast Doe morgen. maar, doe maar. Dan Hij die houden we belong vrede. toch? Vijf bekjes moet die belong. Voor 1988 tot 1996 moest ik het doen met sponsorgelden. En dat was vaak ook minder vergeleken met mijn Nederlandse collega's. Want ja, mijn longen zijn lang, dus is alles anders en dan tel je eigenlijk half mee. Maar goed, ik had sponsoren. En vanaf 96 kreeg ik van Suriname een salaris, waardoor ik wat meer ruimte had om dingen te doen. Snap je, want je moet je coach betalen. Ik trainde vaak in het buitenland. Ik zat dan een half jaar in het buitenland, waar dan ook. En dat betekent dat je dubbele lasten hebt, want mijn vaste lasten stoppen niet als ik niet thuis ben. Ja. Snap je? Dus zo redde ik het met sponsoren en een gegeven moment waren er wel staatsgelden, bonussen te verdienen. En dus moest ik eigenlijk wat ik in, om het maar zo te zeggen, in 1996 verdiende, moest ik goed verdienen om mijn kosten in 1997 te kunnen dekken. Dus zo Oei. moet je dat zien eigenlijk. Je bent naar Neder. Je hebt de mogelijkheid. Je rende voor Suriname, maar heb je de Yes. mogelijkheid gehad om voor Nederland te rennen? Jawel, die was er, maar ik had bewust gekozen om voor Suriname te rennen. Op zijn Surinaams te rennen, want ik Ja. dacht van, dan heb ik minder stress, minder gedoe. Maar stress beheer je ook toe. Dus overal waar je met structuren te maken hebt en mensen die een bepaalde functie bekleden, voorzitters, directeuren. Zou je altijd met stress te maken hebben? Mensen die jou willen vertellen hoe dingen moeten. Terwijl je als atleet, we zijn individuen en we zijn vaak bijna in die periode zijn we eigenlijk een randje narcisten en super egoïsten, egocentrisch eigenlijk. Niet negatief, maar in het positieve. Want als je dat niet bent, dan kan je geen topprestaties bereiken als je niet ego, als je niet een. Als je niet egoïstisch, egocentrisch bent en niet zeer van een ego hebben, van hey, maar gewoon duidelijk je stappen zetten van dit wil ik, dit ga ik doen, dit wil ik bereiken. En no, als man om hinder mijn passie, om het maar zo te zeggen. De man om lul. Je hoort bijna zeggen. Ja? Ik heb dit. Ik neem maar een slokje hoor. Een vogeltje heeft gefloten dat je iets is geweest met SLM. Wat is die theorie precies? God, wat is het? We beginnen Als bij ik het begin. daarover moet praten, zijn we morgen nog bezig. Oké, okay, is niet erg, we hebben tijd, we Volgens hebben mij tijd. hebben we een uur, hè? Ja, begin. Het is een heel lang verhaal, Dave. Oké, hou het kort. Het begon met COVID. Ja. Trauma kwam er naar boven. Mondkapje was niet aan mij besteed. Ik heb het wel eens opgehaald misschien over mijn mond, maar niet over mijn neus. En daar raak ik gewoon van in paniek.
Ik heb een briefje van een psychiater bij me. Ik heb een uitzonderingskaart bij me. En dat heb ik altijd in mijn portemonnee gehad en ook laten zien. Ik ben naar Suriname gereisd. De grondstewardess hebben dat gezien. Dat was oké. Ik kwam de vlucht in en dat was een probleem. Ik moest een mondkapje op. Ik zeg, ik heb een uitzondering. Lang verhaal kort maken. Ik moest achterin samen met mijn dochter plaatsnemen. Mm-hmm. We werden verhuisd. Achteraf hoorde ik dat de COVID-zone was. Mensen die, waarvan ze vermoeden dat ze COVID hadden, die werden quarantaine achterin het vliegtuig geplaatst. Zo gedaan. Zo gezegd, zo gedaan. Ik kwam in Suriname aan. Voor de lol, mondkapje over mijn mond, maar niet over mijn neus, eraf gehaald. Bij de checken van de papieren werd mij gevraagd. Ik zeg, ik heb een bewijs bij me, ik ga geen mondkapje opdoen. Ik word er benauwd van, ik hoef het hele verhaal niet te vertellen, prima. Vorig jaar september is mijn moeder overleden. Maandag, en ik boekte bij SLM woensdag een vlucht. Niks aan de hand, dacht ik. Want ik was januari 2000... Hetzelfde jaar, januari, zeg maar, mijn moeder is, ja, al naar Suriname. Dat was dus toen ik geweest was, want mijn moeder was ziek. En januari was ze ziek en ze is september overleden. Dus ik boek weer een vlucht naar SLM. Ik kom op Schiphol en begonnen de problemen. Bij het inchecken werd mijn... ik heb alle papieren bij me, want je moest nog PCR-test hebben. Je moest een hotelreservering hebben. Je moest toestemming van BUSA hebben. Dus dat alles had ik. Een reservering. En bij de controle werd mij gezegd, wat voor fotje is dit? Want mijn hotelreservering had geen... hoe noem je het? Geen hoofd van het bedrijf. Hoe noem je het zo? Ja, een briefhoofd. Een briefhoofd. Ik zeg, daar kan ik niks aan doen. Dit is wat ik krijg. Ik kan. Ja, ga maar bij de grondstewardess. Bij een balie. En daar werd het niet geaccepteerd. Want je haar, je troesel. Ik moest een shata reservering hebben. Ik zeg, BOG heeft twee lijsten. Een shata en een niet-shata lijst. En dit is een niet-shata. Nee, je moet een shata reservering. Je haar, je troesel. En toen werd mijn naam eigenlijk met een beetje ondertoon uitgesproken. En toen had ik zoiets van, ik had bijna willen zeggen, F you, want je bent nou niet zakelijk bezig, maar je bent persoonlijk met mij bezig. En van het een het ander, heel gedoe, mijn neefje die zou ook afreizen. In de vlucht werd het een probleem, je haar je troesel, uiteindelijk met de marechaussee. Mijn neefje ging toen eruit en zei, ik geef jou de ruimte om toch naar Suriname te gaan, ik ga eruit. Met de marechaussee erbij werd ik toch nog uit de vlucht gehaald. En ik was heel boos op de captain. Hij zegt, ik heb geen mondkapje. Ja, je bent al gewaarschuwd geworden. Dus dat wil zeggen, het gaat allemaal heel persoonlijk als je nagaat. Ja, je was al gewaarschuwd. Hoe weet de captain dat ik al gewaarschuwd was? Want vorige vlucht, zei de steward, had je ook geen mondkapje op. Wiki no Dave. Ik zie je heel serieus. Ja. Ik had wat gehoord. Meer dus ik fit. Meer ik fit. Waar fit in dat plane? Die bank aan stoer. Dus daarom stel ik. Ik heb met stoelen gebonken. Ik heb me netjes gedragen in de vlucht. Ik ben alleen tegen de marechaussee tekeer gegaan. Want nee, zij hadden het recht om mij af te... van mij uit de vlucht te zetten. Ik heb met mijn schoen naar de marechaussee gegooid. Serieus? Ik was boos. Ja, tuurlijk. Oh ja, nee. Ik maakte een grap. Weet je, mijn stoel had gegooid, maar tjago. Oh, ik dacht dat je echt... Nee. Ik was boos. Ik had mijn schoenen uitgetrokken, dus ik heb hem gegooid. Ja, niet naar hem, maar echt in de gang. Niet in een vliegtuig, hè? Ja. Naar Sleuren. Ja. En toen probeerden ze met me te praten. Ga mee, mevrouw. En ik heb tegen ze gegild. Van, laat me met rust. Ik luister niet. En ze probeerden echt met mij te praten. En ik stond echt met zulke ogen naar ze te kijken van laat me met rust. En gegeven moment, ik denk dat ze toen beseften of in mijn ogen de pijn zagen dat ik niet naar de begrafenis van mijn moeder kom, hebben ze me gelaten. Zijn ze toen weggelopen en ik ben toen teruggelopen en de grondstewardessen stonden daar en noem maar op. En ze gaf keurde mij geen blik meer waardig. En het enige wat ik tegen ze zei, van ik hoop dat jullie ouders of je moeder al is overleden, want
Jullie ontnemen mij nu het recht om naar de begrafenis van mijn moeder te gaan. Ik hoop niet dat dit jullie ooit gebeurt. Of ik wens het jullie ook toe, zei ik. En heb ik heel hard gegild toen een vliegtuig wegging. Van, weet jij, reed langzaam. Dan heb ik echt keihard gegild. Want de frustratie dat ik niet naar mijn moeder toe kon. En ik van, ik wil naar mijn moeder. En mijn neven die kalmeerde mij. Die ging toen met de maraschouche praten. En alles opgenomen. En die was op dat moment niet emotioneel en slimmer als ik. En tegen iedereen is er dus een rechtszaak begonnen. En die loopt nu. Dus uiteindelijk heb ik had bewijs bij me van mijn psychiater. Ja. Ik heb een uitzonderingsbrief bij me. Maar dat werd niet geaccepteerd. Dus je kon je moeder niet begraven vanwege mondkap, nee. Eigenlijk, lang verhaal kort. Ja, vanwege mondkap. Maar Dave... Ze zijn wel ziek in deze wereld, jongens. Niet normaal. Ja, dat is de wereld. Ik heb toen eigenlijk eigen schulden gebeurd, want mijn zus die vloog donderdag met KLM. Ja, met dus KLM. Ik wou geen reclame voor KLM maken, man. Ik de volgende dag op de KLM-vlucht, zonder mondkapje, snot, hoe moet ik het zeggen, snot, verkouden. En ik ben naar Suriname gereisd met de KLM, zonder mondkapje. Oh, dus je hebt het wel gered? Ja, de volgende dag. Okay, heb ik weer een ticket moeten kopen. Maar even... Want dat is niet ticket met SLM. Ja, maar ik heb ook al een paar tickets met SLM. Dat daarom moet je gewoon... Dat zit er. Redi wini blakalasi. Redi wini blakalasi. Als ik naar de casino ga, neem wini RD. Maar even om terug te komen op die schoen. Wat je dacht dan met je snel elkaar en even kiezen maken dat je kan uit dat airport. Also, hoe kwam je erbij? Nee. Nee, het was gewoon een frustratie. Want hij wilde mij duwen en hij moest van me afblijven. Je heb je hem bijna geraakt of is hij als de Matrix gegaan? Of, nee. Of ja, je niet te gooien? Ik heb hem niet geraakt. Dus wat het verhaal is dat ik tekeer ben gegaan en me heb misdragen en tegen SLM personeel onbehoorlijk. Maar dat is niet waar. Maar je was wel al in het vliegtuig? Ik zat in mijn stoel. En toen hebben dus het personeel van SLM gevraagd voor assistentie eigenlijk. Ja, eerst bij het, hoe noem je het, stoelnummer checken, buiten, weet je, als je gaat instappen. Mm-hmm. En toen met mijn neefje, die wilde gaan upgraden naar business class. En daar begon het eigenlijk. Ik stond achter hem, hij noemde de naam, hij gaf zijn instapkaart en van ja, ik wil upgraden naar business class, bla bla bla, want we zitten achter in een vliegtuig, we gaan naar de begrafenis. En degene die daar zat, die zag de naam en die zei, ja, je bent speciaal daarachter neergezet. En ik had zoiets van, oeps, dit is niet mijn neefje, dat is de naam Friester die nou als een rode lap werkt voor mensen hier. En ze ging tekeer tegen mijn neefje, want mijn neefje is absoluut tegen mondkapje. Hij heeft ook alles bij zich om te bewijzen dat hij dat niet draagt en noem maar op. En ze gaf hem een mondkapje, hij moest het opzetten, want zijn koffer werd nu uit de vlucht gehaald. Heel wat bedreigingen en ondertussen had ik Donnie Gadam, Asandis Noboom. Dus ik liep voorbij hem, ik zeg, ik loop alvast... Ik had toen een mondkapje bij me, dus Dave me angen zogenaamd onder mijn kin. Maar dat heeft niet mogen helpen, met deze man poer me nog. En het werd een gedoe en ja, dat is het. Dus toen realiseerde ik me. En toen kwam er gewoon een stewardess van Suriname in de vlucht. Van meneer, u wordt verwijderd, u moet nu uitstappen. En dus het grappige ze over en weer praten. En toen was het, moet die nee, die mevrouw niet, alleen die meneer. En ineens was het, ja, die mevrouw moet er ook uit. En ik bleef vragen van, maar wat heb ik gedaan? Waarom moet ik uitstappen? Dus eigenlijk ben je een Surinaamse, nou, je bent een Surinaamse hero. Dan word je als een hero behandeld door je eigen mensen. En ja, die bakkera die zegt, oh Letitia, kom maar lekker op het vliegtuig. Ja, ik ben verkouden. Oh, dat hoor ik mevrouw, geen probleem hoor. Ik ga maar lekker zitten.
Is wel heel typisch voor ons. Ik denk dat we heden bakra. Deed voorzichtig hoor met wat je zegt. Nee, ik praat meestal gewoon vanuit mijn hart. En ik bedoel, als het je niet bevalt, dan heb je pech. Die mensen moeten dan een remote pakken en dan verder zeppen. Ik ben heel makkelijk daarin. Maar we moeten dingen wel zeggen zoals... Dit, op basis van het verhaal dat je hebt verteld... komt het erop neer dat... die buitenlander je beter in baan dan die Surinamer. Eigenlijk wel. Want ik heb me dan een nieuwe ticket gekocht. Maar ik kon afreizen naar de begrafenis van mijn moeder. En ook met de BOG regelen dat je dan in coroni bent. Zeg maar. En in quarantaine. Want dat moest ook. Ja. En corona? Ja, mijn moeder. Wij komen met coroni. Je bent coroni, ja. Moet ik een beetje accent geven. Ik dan mag je grappen maken voor die mensen van corona die boos op me worden. No, wat op rang ga je dat je niet om doen. Je weet voor te maken dat ervan om een kick te breken op corona. Ja. Klopt. Zolang wij zelf coronianen grappen maken over onszelf is er niks aan de hand. Maar als iemand anders dat doet, dan worden we echt heel erg boos. Nou, hey, zo lobbyeren mensen. Hey. Maar dat mondkapstukje, is het dat je gewoon er tegen was, dat de aanpak van het COVID gebeuren allemaal? Nee. Kijk, omdat je neefje ook het niet wou, dus vandaar dat ik het vraag. Nee, mijn neefje die heeft zich een verdiept, die heeft ook een... zijn bewijs van zijn huisarts. Mm-hmm. Dus wij zitten eigenlijk met z'n tweeën, als je het mag noemen, is het hypoxia? Zegt de term jou iets? Nee, graag, leg uit. Migado. Ja, natuurlijk. Als ik iets niet weet, moet ik ook eerlijk zijn, toch? Ik krijg genoeg adem, zuurstof tekort. Oh, en bij mij zit er iets meer in. Achteraf blijkt een stukje... trauma wat ik heb opgelopen bij de bevalling van mijn dochter, waardoor ik niks op mijn neus, mijn mond wil hebben, omdat ik met slangetjes en noem maar op zat. Oh, ja. En dat kwam dus sterk weer naar voren. En daarvoor heb ik van mijn psychiater een brief gehad van, kijk, als het niet kan, dan moet je dat niet doen, want je merkt wat er dan met je gebeurt. Ik ga hallucineren, ik word er helemaal paniekerig van. Ik ga je wel eerlijk zeggen, ik, helaas had ik hier geen briefje, maar ik werd er ook helemaal kierenwiet van. Ik ben me fuck dus op. We zijn niet gek? Nee. Ik ga eerlijk zeggen, op het moment dat ik denk opzet, begon ik helemaal... Ja, dat geldt ook voor mij. Oké. Dus het was niet dat je antifax was en alles wat hele gebeurd was, gewoon dat mondkapstukje was bij jou een probleem. Nou ja, ook maar ja, ik ben ook een beetje antivax in die zin van ik ga mij niet laten vaccineren. En ik heb mijn dochter toen als kind laten vaccineren. Maar op een gegeven moment ben ik me er ook in gaan verdiepen. En ben ik er ook mee gestopt om haar al die vaccins toe te laten dienen. En er is net een uitspraak geweest tegen de... We gaan helemaal afzwaaien hoor, naar een ander onderwerp. Je mag dit aankaarten, want ik blijf toch altijd een beetje porren op dit gebied. Pfizer is op haar vingers getikt, als ik me niet vergis, de laatste tijd. Klopt, ze moeten de testresultaten openbaar maken en die zijn openbaar. En daarin staan hoeveel mensen van de 45.000, 42.000 en nog wat hartstikke ziek zijn geweest. 1200 dood. Mm-hmm. En van mensen die gevaccineerd zijn. En dat zijn dingen die mensen niet lezen en niet opzoeken. Maar dat klopt. Ik ben blij dat je een beetje verdiept erin. Tuurlijk! Verder voorborduren erop. Er is een enorme oversterfte ook. Heb je dat ook geleerd? Vooral in Nederland. Oh ja, het is een hele grote oversterfte. Maar ja, ik praat er niet met mensen over. Ik zoek het niet op. Want mensen zeggen, ja, normaal gaan toch ook jonge mensen dood. En normaal krijgen vrouwen toch ook miskraam. Dus je kan er niet... met slapers over praten. Duidelijke taal. En ik heb begrepen dat je... Wat doe je nu? Ik heb begrepen dat je dus... Je bent nou een yogi geworden of zo. Je bent de spirituele tour opgegaan. No. Ik doe mijn best. Doordat het hele gedoe met... corona is begonnen. En ik raakte
eigenlijk ook depressief van. Want je kon niet naar buiten. Ik zat dan, 's ochtends sta je op en dan zit je voor je raam naar buiten te kijken. En ik denk, potverdorie, wat voor wereld leven we eigenlijk? Wat is dit? Mijn neefje komt bij me thuis. Die staat op afstand, die is hartstikke bang. Ik denk, weet je, het is echt de eerste periode, hè. Ik ga denken van, ja, jullie bekijken het. Ik ga een duurloopje doen en je komt het park in. En mensen stuiven echt alle kanten het paadje af. Denken jullie, doen maar. Ik ga voor niemand opzij, weet je. Yeah. Dat is gewoon te gek. En doordat ik eigenlijk in een beetje neerwaartse spiraal raakte, ga je dingen opzoeken. En ja, als je mij antivaxxer mag noemen, ik volgde Dave Icke al heel lang voordat hij geband wordt overal. En ik had zoiets van, Jezus, als alles wat Dave zegt voor een derde deel waar is, in wat voor wereld zitten wij eigenlijk? En zo, ja, ja, ga Dave je... Dave Icke is wel een beetje extreem. Ik? Dave ja, Icke zeg, als... Ja. Als hij extreem is, maar als een derde van wat hij zegt is waar is, Dave. Niet alles. Als 5% van hem correct is, dan ben ik al bang. Wel, dat bedoel ik nou. Ik luister wel naar al zijn verhaaltjes, hoor. Of ja, niet verhaaltjes. Ik bedoel, ik ben ook een persoon die veel op het net zit. Ja. En zo. En Dave Icke komt vaak als je voor. 1/10 van wat hij zegt waar is. Ja. Dan ga je toch wel bij stilstaan van in wat voor wereld leven wij eigenlijk. Ja. Dus op een gegeven moment moet je toch wel dichter bij jezelf komen om te overleven hier. En om overeind te blijven en niet meegezogen te worden in alle, als ik het onzin mag noemen. Dus op een gegeven moment, ja, ik was al bezig met mediteren en dan merkte ik van, hé, als ik me even niet lekker voelde of wat dan ook, even proberen s'avonds voor het slapen gaan en 's ochtends toch wel even, al is het een begeleidende meditatie naar te luisteren en mezelf het wat affirmaties, positieve affirmaties om de dag door te komen. Dus ja, dat is het eigenlijk, het spirituele. En je blijft het opzoeken. Ik volg Sadhguru ook. Weet je? Mm-hmm. En zo zijn er een paar mensen waar ik naar luister om de positiviteit van de dag te halen. Vind je dat je sterker bent geworden door de COVID-situatie? Of ben je ja, sterker in die zin dat ik een andere kijk heb om me heen. Wat misschien wel wat relaxer naar mensen. En mensen accepteren zoals ze zijn. Minder boos worden op mensen. Of minder boos worden op de situatie. En als ik boos word op een situatie, bijvoorbeeld in het verkeer, dat ik dan gelijk corrigeer van, hey, wat voor zin heeft dit om boos te worden op iemand die de verkeerssituatie niet begrijpt of die vindt dat je het voorrang, weet je, dat soort dingen, dan dus corrigeer ik. Dus voorheen was je een pittige tante? Ik kon wel schelden, ja, tuurlijk. En schoenen gooien. En dat was schoenen gooien. Dat was mijn schoenen, hè. En ik heb het niet naar SLM gegooid, ik heb het naar de Marechaussee gegooid. Laat het gezegd worden, zijn. Heb je die schoen trouwens terug gehad? Jawel, mijn neef had het meegenomen. Wat kan ik wel gaan zo'n voet toe? Dus dat wil ik weten, met één voet in die trein weg. Met één schoen in die trein. Nee, want ik heb alles meegenomen. Oké, gelukkig. Wat ik heb gemerkt was, overal waar ik nu ga. Ik heb het geluk gehad, want ik ben 2 jaar nergens geweest door het hele COVID gebeuren. Dus afgelopen jaar ben ik ziekelijk veel op reis geweest. Gewoon even inhaalslag gemaakt. Overal is een beetje anders geworden voor mijn gevoel. Wat ik vooral zie is dat er een schrijnend personeelstekort is. Yes. Overal. En dan vraag ik aan die mensen van, wat is het probleem? Ja, die mensen zeggen, Lukun, ik werkte zo hard, al die tijd. Ineens van de een op de andere dag alles dicht. Alles wat je hebt opgebouwd telt niet meer. Alles wat je hebt geleerd telt niet meer. En maar dat niet normaal, hoor. Het lijkt alsof er was een bepaald systeem waarin we leefden. Een bepaalde rat race. En ze hebben even een stok in die spaken gegooid. En iedereen's visie is veranderd, voor mijn gevoel. Heb jij dat ook gemerkt? Of vergis ik? Nou, weet je, soms heb ik het gevoel dat ik... misschien heb je dat ook. Als je wat spiritueel bezig bent, gaan mediteren en stilstaat bij je leven. Dan heb je het gevoel dat mensen
Niet allemaal natuurlijk, maar gewoon het onbewust leven. En ik kijk, Smaëlloon doet dit, doet dat. Dan denk ik van, het lijkt wel alsof het allemaal poppetjes zijn en marionettes. En ze doen maar en staan niet stil bij het leven en staan niet stil bij wat er in de wereld gebeurt. Maar het lijkt en toch niet? Alsof het ik buiten sta en naar de mensen kijk. Het is toch gewoon zo? Even serieus. Als jij elke dag, je wordt om 6 uur wakker. Dan drink je om 6:15 je koffie. Dan ga je om 6:30 naar het toilet. Dan ben je om 8 uur aan het werk. Dan ben je standaard om 6 uur 's avonds thuis. Dan ga je koken en eet je om 7 uur. Dat doe je van maandag tot vrijdag. Dag in, jaar in, jaar uit, jaar in, jaar... Je bent gewoon in een videogame bij wijze van spreken. Je leeft totaal niet. En dan werk je naar een vakantie van 2 weken. Of 3 weken. En dan wanneer je met pensioen gaat, is je pensioen gedevalueerd. Je komt nooit rond. Ik heb nog nooit, in die 43 jaar dat ik op aarde ben, heb ik nog nooit gezien dat iemand die gepensioneerd is, hetzelfde verdient als wat het vroeger waard was. Met andere woorden, je krijgt een langzame dood gewoon mee. Van je weet toch, je geld is geen moer meer waard. Je hebt hulp nodig. Dus nee, maar dat klopt. Ik snap niet hoe mensen dat dag in, dag uit, dag in, dag uit. Je leeft daar niet, je bent een pop. Dat is in mijn belevingswereld hoor. Jawel, maar zo voel ik mij soms ook van waarvoor doe je dat? Weet je, het is dat ik er nog plezier uit haal om met kinderen te trainen, met volwassenen te trainen. Maar toch heb je het gevoel van waarvoor doe je dat? En het, net wat je zegt, het riedeltje van opstaan en is er nog meer? En daarom in de momenten waar ik dan, zeg maar, ik zou niet zeggen depressief, maar de negatieve gedachten, dan denk ik van ja, het beste zoek het dan in een rustmoment. Ga zitten, ga ademhalen, ga zoals ik het dan doe, 's ochtends als de zon er is. Vandaag was het de zon. Ga ik even voor de raam staan en een beetje lezen naar de zon. Ja, bedank je de zon ook elke dag? Huh? Bedank je de zon ook elke dag? Nee, ik bedank. Nee, niet echt, maar ik ga staan. Ja, als het er is van Amy Brady idee. Dus dan ga ik het staan van, hé, ik ontvang hem. Okay, ik zou wel vaker doen. Ik ga een zaadje voor je gooien. The Son of God. Misschien is het de zon van of God. Ra. Ja, nee, maar misschien was het de zon, dus de zon van God en niet de zoon. Maar goed. Want okay. als hij 1 dag in niet opkomt, dan is het klaar, hè? En beseffen wij dat? Er zijn genoeg leren waar... ik ga niet te verder op in, maar sommigen beweren dat het niet 2022 is, maar 6022. En als je daar terug gaat in tijd, voor dat de Bijbel bestond en alles, dat hele ding. Ja. Dan werd de zon aanbieden. Ja. Want zonder de zon bestaat niks. En als je dan kijkt naar de geboorte van Christus en alles, had het te maken met de oogsttijd. Yes. De hele cyclus van hij is gestorven en herrees en alles. Mm-hmm. Maar ja, het is gewoon even lastig zijn, hè? Want nu gaat de kerk op mijn dak springen. Maar dat is niet erg. Hey, we gaan de kerk niet aanvallen. Nee, maar dat blijft moeilijk. Ja. Om even weer af te dwalen. Ik had iemand van Jehova's Getuigen aan de deur. En ja, ik ben heel beleefd wat dat betreft. Ik kan geen nee zeggen. Maar dan denk je van, ja, je luistert aan, je krijgt een boekje, oké, ik ga het lezen. Maar dat is geen uitnodiging om elke keer weer aan mijn deur te bellen, snap je? Ja. Oké, we gaan weer terug naar het gesprek. We gaan terug. Zie je zelf ooit weer terugkomen naar Suriname? Als ik terug, is het als of wanneer? 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 Niet als, okay, wanneer? Niet als. Wanneer? Okay. Want heel als mooi. Moet dit, nee, wanneer? Wanneer ik terugkom, dan is het Amsterdam, Schiphol, Zanderij-Koroni. Oké, dus je ziet jezelf niet meer in Paramaribo blijven. Ja, wat doen in Paramaribo? Lekker, als je kijkt in de wereld wat er gebeurt, dan moet ik straks mijn eigen voeding gaan beplanten en mijn eigen grond om te kunnen eten. Mm-hmm. Als je kijkt wat er hier met de boeren in Europa gebeurt, dan hebben we straks geen eten meer. Dus... Ik vind het heel raar, hè? Want Nederland is volgens mij binnen de top 3 van producenten van voeding. Dus vanzelf gaan zij een grote uitstoot hebben van CO2. Dus ik bedoel, maar andere landen waar er niks wordt,
waar er niet wordt geproduceerd, ga je dus geen uitstoot hebben. Maar dan gaan ze dus die mensen die nu produceren, zeggen je mag niet meer produceren. Het is een hele omgekeerde wereld waarin we zitten. Bijna zou je zeggen dat het 2030 plannetje wordt geïmplementeerd. Nou, als je naar Dave Icke hebt geluisterd, dan komt het toch ook wel weer terug, Dave. Ja, maar David Icke is soms een beetje te loopy voor me. Dus ik kan hem volgen tot een bepaald punt. Maar wanneer ik kom met reptilians en alle soort dingetjes, dan gaat mijn petje te boven. Dan kan je dat niet bevatten, dat heften. Ik kan het wel bevatten. Ik kan het zeer wat zeker bevatten. Maar ik wil het gewoon niet. Ik wil het gewoon niet bevatten. Dat gaat me gewoon een beetje te ver, weet je. Het zijn dingen waar ik ook geen invloed op heb. Begrepen? Nee, dus het is, begrijp het. Die informatie is voor mij geen toegevoegde, heeft voor mij geen toegevoegde waarde. Het is gewoon heftig, klaar. Ja, want als je eenmaal gaat in die rabbit hole, dan raak je zo disconnected met de quote-unquote realiteit, want het is niet de realiteit, het is een realiteit. Een realiteit, ja. Dan match ik niet meer met me. Op een gegeven moment kan je met niemand meer communiceren. Nee, klopt. Want dan zeggen ze bij je in Suriname, je bent rijp voor wat wij vroeger zeggen, cholera. Je bent voor Loma Oso. Je bent voor Loma Oso. En dan wordt het steeds erger, want je gaat het steeds meer erger. Dat mensen jou niet begrijpen en niet snappen. Er zijn een aantal van ons die zo rondlopen. En ik zie vrienden van mij die openlijker mee naar buiten komen. Dat ze anders denken en gewoon heel anders kijken naar het systeem ook. Dat ze echt nou ook agressief beginnen te worden. Ze beginnen heel gefrustreerd te raken. Ja. Het wordt moeilijk, dus ik ben heel zwaar gaan temperen eigenlijk. Want als je ook kijkt naar hoe... Laten we Suriname even gebruiken als voorbeeld. We hebben alles gekregen wat God ons kon geven. We hebben weinig mensen. We hebben alle bodemschatten van de wereld. We hebben vers water. We hebben letterlijk alles. Als je een boom kapt en je bouwt een hut... Diezelfde stam die je hebt gebruikt om die hut te bouwen, daaruit groeien er weer blaadjes. Ik bedoel, die hut leeft. Klopt. Zo erg leeft. Die hut gaat groeien. Die hele hut begint te groeien. Letterlijk. Weet je, dus we komen letterlijk niks tekort. En er wordt gewoon structureel alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat niks goed gaat hier. Weet je, dus ik bedoel, dat we alles tekort komen. Je hoeft geen rocket scientist te zijn om te zien van, hey, dit wordt bijna intentioneel. Nee, laat me het goed zeggen. Het wordt intentioneel opgefokt. Ja. Als ik ook kijk naar gewoon hoe alles in elkaar zit. Hè? Raar dat het gesprek zo gaat. Maar goed, ik had gedacht, we hadden het hebben over rennen. Maar goed. Omdat we een beetje elkaar aanvoelen. Ja, die tong begint los te komen. wat ik zo raar vind, is dat... Goeie mensen, quote-unquote, goede mensen. Mensen die eigenlijk het leven leiden zoals het hoort. Worden allemaal geleid door, quote-unquote, slechte mensen. Ja. Mensen die zich niet houden aan regels. Mensen die gewoon doen wat ze willen. Mensen die anderen doodschieten. Mensen die in de onderwereld zitten. Mensen die bepalen gewoon wat er gebeurt. Maar dan wanneer jij als tussen aanhalingstekens goed mens iets doet. Dan word je direct erop afgestraft en in de gevangenis gegooid. Maar de mensen naar wie men opkijkt zijn slechte mensen. Hun intenties zijn nooit puur. Er wordt openlijk voor je gelogen op tv elke dag. En toch worden ze aanbeden. What the fuck hebben we het over? Kijk, je wilt niet geloven en Dave Icke's een reptilian. Als deze mensen liegen, moet je naar die ogen kijken, Dave. Nee, ik heb het over mensen. Maar het is toch freaky. Het slaat toch nergens op? Ja, maar moet je kijken naar de ogen, de uitstraling. Is dood. Dat is toch normaal? Als je dood bent, dan lieg je. Dan heb je geen waarheid. Maar waarom volgt de massa uit? Waarom kan die gewoon zeggen van... Hey, look, nou, je werkt voor mij, je bent president of je bent een leider. Zodem je erop. Er zijn, ik blijf het op Suriname even houden. Er zijn 500.000 mensen. We houden altijd op 500.000. Dus we laten zeggen 500.000 legalen. En de rest tellen we dan eventjes niet. En er is maar één poppetje daar zo. Maar of hoe twee. Dan? Ja. En iedereen maar, ja, nee, ja. We accepteren het gewoon. Die koers is vandaag 32 officieel. Dus bankkoers, wow. Hè. Ja. Bankkoers. De bankkoers. En ik denk dat er een moment gaat komen dat er een hyperinflatie gaat komen. Wanneer het zo doorgaat.
Er gaat gewoon ineens op mensen dat er een paniek situatie gaat zijn. En dan is het gewoon, gaat het net als vroeger, gewoon van 40 naar barkie direct. Van 40 naar, ja. En dan gaan we barkie, 2 barkie, 3 barkie. Wat zei je? Kan ik ze nog gebruiken? Ik heb er nog een paar, met een paar nullen. Wel, oh ja, die oude. Ja. Misschien kan je hals ermee kopen dadelijk. Nee, maar ik ga je eerlijk zeggen, ik heb ook een zware periode gehad met COVID. En toen ben ik ook een beetje zwaar in retraite gegaan. En toen dacht ik van, ik heb één geluk gehad hoor. Ik was nooit echt een volger geweest, meer eigenlijk een salm. Soms is het wel frustrerend. Maar achteraf ben ik heel blij. Achteraf ben ik super blij, want als je ook kijkt naar... Heel simpel. De tuinman in Suriname, vroeger als je op school zat, was het van, ja, later word je tuinman. Maar ja. De tuinman verdient meer dan die ambtenaar in Suriname. Dat is hostel. Ja, maar hij verdient letterlijk meer. Want die ambtenaar krijgt misschien barkie. Meer. Hij verdient misschien barkie of 2 barkie euro in de maand. Toch, die ambtenaar. Die tuinman. Ja. Als hij 5 jaar is per dag schoonmaakt. Hij wordt wakker hoe laat hij wil. Hij doet wat hij wil. Niemand zegt hoe wat hij moet doen. Wil. En maar wordt neergekeken op die man. Maar als hij niet schoonmaakt, zijn alle erven vuil. Die man is essentieel in de samenleving, maar hij wordt gewoon niet geapprecieerd. En dan werd toen we opgroeiden, was de accountant geweldig, de dokter, dit, dat, zus. Ja. Maar nu heb je geen leraren. Je hebt geen elektricien. Als je nu elektricien bent, is je nou een multitriljardair volgens mij. Want je moet je maar letterlijk bedelen om aan het werk te komen. Bouwvakkers zijn er tekort. Het zijn de zogenaamde simpele banen, maar er zijn geen mensen die dat kunnen doen. Dus straks wanneer we ons eigen eten, dus om terug te komen wat je wil zeggen. Yes, als we zelf eten moeten gaan doen. Oké, want niemand is meer landbouwer. Nee, iedereen is ambtenaar. Dus jij komt naar Coroni? Wanneer kom je? Weet ik niet. Ik kijk de situatie hier aan. Ik hoop dat ik nog de laatste vlucht, één voor de laatste vlucht naar Suriname kan pakken. Zo niet moet ik met de boot, een containerboot. Want mensen staan niet bij stil dat we misschien toch richting een derde wereldoorlog gaan. En als je dan niet meer het land uit kan, hoop ik dat ik nog met de boot. Ben ik misschien te paranoia of zo? Je bent realistisch in de zin van, men had nooit gedacht dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. En het is een kwestie van één rode knop drukken en er gaat een verkeerd bommetje die kant op en dan escaleert de hele situatie. Dus we zijn al zo dichtbij. Maar mensen weigeren om dat te accepteren. En we dachten dat het eventjes een maand of een paar dagen zou duren, hè? En Turkije is nu ook bezig in Syrië en in Irak. Dus, kijk maar. Ja, en China is bezig met Taiwan. Dus het komt steeds dichterbij. Dat wordt spannend. En de boeren mogen niet meer produceren. Zowel Duitsland, Nederland. We hebben straks hongersnood. Maar misschien wordt het ook per ongeluk in scenario gezet. Laten we daarvan uitgaan. Zoals iedereen vanuit gaat dat het scenario's zijn, Dave. Ik ben realistisch. Hey, het is wat het is. Ik weet dat ik wel weet te planten. Gelukkig heb ik een beetje landbouw gedaan, dus ik merk het wel. Ja, en gelukkig okay. Leven. Ja, maar anyways. Wat zijn de berichten trouwens die je krijgt? Je woont in Nederland. Wat zijn de berichten die je krijgt over Suriname? Nou, weet je, ik heb... ik krijg wel eens van mensen appjes met heel verontrustende berichten. Ik lees sowieso Star News. Mm-hmm. Niet alle artikelen. Ik lees meestal de koppen en denk je van, dan weet ik het weer. De ware tijd en zo. Ik kijk veel naar DTV live, dingetjes die live gebeuren, zodat ik een beetje op de hoogte ben. En ik vind het ook, ik vind het heel erg verontrustend. En sommige acties, daar denk ik van, potverdomme, dat kan toch niet? Is iemand nou echt zo achterlijk, zo dom? En weet ik, weet je, het gaat er bij mij niet in dat er sommige dingen, net wat je zegt, mensen liegen en wat dan ook, maar... Ja, ik volg het en ik vind het heel erg verontrustend. Ik heb ook geluisterd naar jouw podcast met mevrouw... Van Dijkselaas. Ja, en ze is gewoon eerlijk en het is gewoon verontrustend. Oké, dus jullie horen geen positieve berichten uit Suriname, laat maar het zo. Denk je dat de diaspora hier gaat komen om zijn geld te strooien? Nou, denk het niet. Als ze kunnen verdienen, ja. Maar niet als ze moeten investeren waar ze niks van terugzien.
Ik denk het niet. Het is niet dat de Surinamers in Nederland iets hebben van, hey, nou, nu is het tijd dat we als diaspora terug gaan, zoals hier wordt verkondigd. Nee, ik heb niet het gevoel. Kijk, zelf een vriendin die is dan gewoon met vakantie daar of overwinteren, die het liefst in Suriname zit. En als zij klaagt, iemand die altijd heel positief was, en als zij klaagt, dan ervaart ze het echt als negatief. Natuurlijk gebeuren er ook mooie dingen in Suriname. Maar het wordt overschaduwd door heel veel achterlijke acties, moet ik het zeggen. Ja, Suriname is duur geworden. Als je hier naar de winkel gaat, we verdienen niet naar Europees model, maar je geeft wel meer uit voor een heleboel dingen dan in het buitenland. Dus dat is heel, heel twisted eigenlijk. Als je boodschappen gaat doen, is het gewoon een moord. Dat kan niet, want laatst sprak ik Bas en hij had het over twee espresso's. En omgerekend was het een tientje per espresso. Ik zeg, kom op zeg, ga je toch niet betalen? Hij zegt, ja, maar dat is het als je het omrekent. Ja, dus, en dat is dan iemand die in een hotel iets drinkt, maar gewoon buiten iets kopen, dan kan je dat gewoon niet meer. Ja, dus grappig genoeg, ik moest tegels kopen. En dit is echt gebeurd. En stel dat die tegels die ik had gekocht 1 gulden waren per vierkante meter. Ja. Ik kwam 12 stuks tekort. Of ik had, ik had iets bijgebouwd en ik wou diezelfde tegel hebben. Het was 1 euro en het was ineens niet in SAD gestegen, maar het was verdubbeld in euro's. Toen ik iets van, maar waarom hebben we het hier zo? Die SAD is omhoog gegaan, maar waarom moet je ook in euro's omhoog gaan met de prijs? Dus zover gaat men. Alles is Oekraïne en weet ik wat allemaal. Het is een beetje... Ja, onzin, man. Mensen zijn gewoon duivels. En geld. Ja. Geld. Ah, boy. Nee. David Icke wil ik eventjes... No. Ik weiger hem te geloven. Maar goed. Heb je misschien iets dat je wil meegeven aan de mensen? We moeten afronden. Het was zo... het gesprek is totaal anders gegaan, maar I love it. Nee. Het is gezellig, maar even kijken. Ja, ik moet straks ook les gaan geven. Met kindjes gaan sporten. Dus wat kan ik mensen meegeven? Wat ik van mijn familie krijg. Dat zij hoe moeilijk en hoe zwaar het is in Suriname. En ik zou zeggen, blijf dicht bij jezelf. Geloof in jezelf. En ik zeg niet ga op straat om te protesteren of in die zin. Maar kom op voor je eigen recht. En dat mis ik. Dat mensen opkomen en mensen te gauw alles aannemen en geloven wat hun verteld wordt. Zoek het op. Ik luister wel eens ook naar. Ik luister naar Newara. En die is heel fel. En niet iedereen begrijpt hem misschien. Maar zijn boodschap is duidelijk, mensen. Kom op voor jezelf. Kom op voor jezelf. En dat is wat ik mensen wil meegeven. Ik heb dat vroeger ook niet gedaan. Omdat je dan in een bepaalde klimaat en leefomgeving wordt opgevoed. En heel timide wordt opgevoed. We zijn opgevoed door, hoe noem je het, strenge opvoeding en gebieden. Waardoor we niet leren om voor onszelf op te komen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat mensen nu beseffen dat ze voor zichzelf moeten opkomen. En die kinderen ook zodanig opvoeden dat ze weten waar ze aan toe zijn. En dat mis ik eigenlijk. Het is vaak van chipporty en laat het aan God over. Ik zal daar niks over zeggen, maar goed. Lieve Ndigado. Nee, ik ben blij. Ja, nee, sowieso. Ik denk dat... Ik ben bang dat het naar een boiling point zal gaan binnenkort. Maar niet alleen hier, maar overal. Je voelt het overal. Overal, ja. Ja. Maar dit systeem klopt niet. Het systeem klopt niet. En elke geboorte doet pijn. Dus ik denk dat er veel pijn zal zijn op de komende periode overal. Alvorens het weer beter zal gaan. Ik bedoel, het kan toch niet dat iemand die aan de basis zit van educatie, bijvoorbeeld een lerares, niet rondkomt. Of niet gewaardeerd wordt. Dus het systeem klopt. Of een arts die ik laatst gezien heb. Ja, dus ik bedoel, dat is een politieagent.
Weet je, dus een brandweerman. Dat zijn de mensen die in de bres springen voor mensen om ze te helpen en alles. En ze komen niet rond. En dan heb je een of andere kantoorbaan en je krijgt een paar ton per maand. Het slaat nergens op. Dus het systeem klopt gewoon niet. Ik bedoel, als je kijkt naar de mensen die ook bijvoorbeeld in de schoonmaak zitten thuis. De schoonmaaksters, dienstvrouw in Suriname. Die vrouwen werken keihard. En toch lopen ze in de felle zon naar huis met de bus en alles. Het slaat gewoon nergens op. Het klopt gewoon niet. En het gaat een moment zijn dat het gaat bossen. En zolang je dat kan accepteren, dan komt de rest wel goed, denk ik. Dat ik paniek maar dat is wat ik zei. Je kijkt naar de wereld en om je heen. Ja. En het lijkt wel alsof mensen in een soort automatische stand zijn. En hun dingen doen en niet bij hunzelf te raden gaan of dicht bij zichzelf kijken en niet doorhebben van hier, dit klopt niet. Nee, waarom zien wij dat wel? Ik denk dat steeds meer mensen beginnen te zien. COVID heeft daarvoor gezorgd. Mm-hmm. Want de mensen hebben tijd gehad om na te denken. Vroeger zat je in een rat race en nu zit je in je zitten. Hé, wacht even. Hoe zit dit? Hoe zit dat? Hoe zit zus? Ik denk dat daarom ook nogmaals, daarom heb ik het personeelstekort aangehaald. Het zegt al genoeg. Vroeger moest je echt bedelen en bidden bij een sollicitatiegesprek dat je werd aangenomen. In Nederland, toen ik opgroeide, moest je universitair geschoold zijn. Daarna moest je HBO geschoold zijn. Toen was het, je moet MBO geschoold zijn. Nu, letterlijk, vragen ze, praat je Nederlands? Ja, maar ik zweer het je. Nu praten ze gewoon. Kan je Nederlands verstaan? Dan leren we je dat vak. Dat is nu in Holland gaande. Moet je nagaan. Ik heb een mattie van me die is naar Holland gegaan. Die man heeft direct werk aangeboden gekregen. Suriname. Veel vrienden van me gaan weg. In Suriname. Ja. Veel vrienden die de mogelijkheid hebben. Veel leraren gaan naar Bonaire, naar die eilanden. Die gaan ook weg. Ze worden met open armen ontvangen. Dus ik bedoel, er is een hele shift gaande. Dus, maar ja, ik geniet ervan. Verandering is nooit slecht. Ja, maar dat brengt ons land niet vooruit, alleen maar achteruit. Ik ga misschien niet zeggen dat het heel raar is. Maar is het jou opgevallen dat onze bevolking steeds kleiner wordt en niet groot in lengte? Klopt, maar een Cubaan heeft het laatst mooi tegen me gezegd. Suriname is een nieuwe Amerika, want iedereen claimt Surinamer te zijn, maar niemand is van hier. En dus er is een shift gaande, weet je, er komen nu Brazilianen, Cubanen, Santo Dominicanen, mensen van Santo Domingo, even vergeet hoe het heet. Dominicanen. Mijn Nederlands wordt ook al slecht, Isabel, toch? Ik praat een beetje te veel Spaans. Ja, zie je staan. Geweldig, maar ja, ik ben ook mens. Effet. Miguel, ik moet je groeten, het was gezellig. Dankjewel, dankjewel. Dat was een heel leuk ding. Lobby, een virtuele box voor jou daar. Je weet toch, jammer, 100. Yeah. Wow, de contact. And thank you. Lobby, het was een eer. Dag, Gudu. Dank je. Hi, ik hoop dat je hebt genoten van dit programma. En dankjewel voor het kijken. En mocht het zo zijn, ga alsjeblieft naar YouTube. Share, subscribe en like die Tori. We kunnen alle steun gebruiken. Thank you. DVA baby. Let's talk.